Arie Robbe, godverdomme. Met je hakballetje in de uitzwaaiwedstrijd tegen Hongarije. Hemstring kapot, weg WK. We kunnen net zo goed niet meer naar Zuid-Afrika gaan. Heeft geen zin. Godverdomme arie met je gedoe. Kun je je nu voorstellen? Van Bronkhorst, van Bommel, van de Vaart, Sneijder van Persie, Kuit, wat een namen. Maar we konden net zo goed thuis blijven, Want godverdomme arie Robbe, wat waren we verwend? Alsof je tegen Sinterklaas zegt dat je heel die PlayStation niet hoeft, omdat FIFA 18 er niet bij zit. Maar Arjen, je haalde het. Gat in je hamstring of niet, finale. Arjen Robben, godverdomme, ik stond dus uren in de rij voor het Bernabeu om je te zien spelen voor Real. Dat de stadionspeaker net had omgeroepen: Diees Snyder! Maakte minder los bij de Ultra achter het doel dan Onze Robben! En zij wisten toen al, Arjen, dat jij meer waarde had dan Wesley. Of die andere twee met wie je voor dat bewuste WK van 2010 gebombardeerd werd tot de grote vier. Wat heb jij lang volgehouden, man van glas? Met elke stap tijdens elke sprint die je op dat WK in Zuid-Afrika zette, hield ik mijn hart vast. Tik, 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 daar gingen die voetjes over het veld. Knap die hemstring niet, stort die zo meteen niet ter aarde. Tegen Slowakije op weg naar je knappe goal, daar ging je weer. Tik, 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 tik. De adem stokte en dat je die treffer dan slidend op je knieën ging vieren. Voorzichtig, Arjen, gaat er niet stuk, jongen. Arjen Robber. Godverdomme dat gisteren opeens je laatste keer in het oranje shirt was. Dat deed meer dan verwacht. De beelden vooraf natuurlijk. De wissel op Euro 2004, de openingsgoal voor Oranje op het WK twee jaar later tegen Servië. En 2008 dan, die heerlijke voorzomer in Basel en omstreken. Jouw goal tegen Frankrijk. En toen we natuurlijk Europees kampioen hadden moeten worden. Onvermijdelijk komen we inderdaad uit bij de teen van Cassias. Waar de maag nog steeds van in de kramp schiet. De wraak vier jaar later was zoet. Jouw wraak, onze wraak. Wat nam je die ploeg op sleeptouw, Arjen? Aanvoerder van Persie verbleekte erbij. Je goals tegen Spanje, Australië, dat oppeppen in de verlenging tegen Costa Rica. En dan dik verdiend de derde plaats veroveren door die stervende zwaan nog eens te acteren in het Braziliaanse strafschopgebied. Langer in Oranje dan van de Sar, dreigender dan Overmars. Meer leider dan Sneijder of Gio. Bergkamp, die heeft echt niet meer doelpunt gemaakt dan jij. Maar nu? Nooit meer even te napel zoals die in Bern jouw naam liet rollen. Daar komt Robben, daar komt Robben. Oh, Robben! En nooit meer Frank Snoek zoals toen in Johannesburg. Robben, op weg naar, op weg naar Arjen Robben. Oh. Arjen Robben, wat moet jij die godverdomme alleen gevoeld hebben in die laatste kwalificatiecyclus? De klasse om je heen verdween. De grote vier. Jij bleef over man van glas. De tol van 15 jaar topvoetbal. Roem, aandacht, geld, verwachtingen. Je was breekbaar, maar als enige brak je niet. Een kleedkamer met Vilena, Veldman of Berghuis? Ja, dat is geen Van Nistelrooy, Stam of Snijder meer naast je. Maar jij bleef je melden in Noordwijk. Met jou was er altijd hoop. Gisteren nog één keer op het oranje shirt. Elf, Robben. De laatste keer met een laatste doelpunt. O, oh zo knap. Ik zeg het en ik verman me even. Godverdomme je Robben, wat gaan we jou missen?